De inkomsten van de spin-off van de oil- en gassector kunnen toenemen. Echter zal de regering met alle ernst naar deze sector moeten kijken. Dit was de oproep van VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin gisteren in de Nationale Assemblée bij de aanvang van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024. Gayadin zegt dat hoewel de overheid goede stappen vooruitzet, er nog veel moet gebeuren om bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven die in de oil- en gassector willen investeren te accommoderen. Hoewel het uitbaggeren van de vaargeul van de Suriname rivier een goed begin is, is er volgens het DNA-lid nog veel meer te doen aan infrastructuur. Het uitvoeren van een baggerproject is nog geen creatie of creëert nog geen zekerheid voor de maatschappijen om zich hier te settelen, voorzitter. Er zijn andere voorzieningen nodig. Er zijn voorzieningen die te maken hebben met zeker je infrastructuur. En ga je zeggen, de minister van Openbare Werk is niet hier, maar ik doe een beroep. Als we kijken naar Sir Winston Churchillweg, onze nieuwe haven, dat zijn de wegen die naar deze havens leiden, voorzitter. Verkeren in zeer slechte staat. Het is een gevaarlijke situatie waarbij internationaal gecertificeerde bedrijven uiteindelijk het zekere voor het zekere zullen kiezen. Het DNA-lid haalde verder aan dat om te voorkomen dat buitenlandse investeerders liever kiezen voor een ander land in de regio met dezelfde mogelijkheden, de regering haast moet maken om Suriname zoveel mogelijk aantrekkelijk te maken. Hij gaf aan dat bepaalde infrastructurele werken in PPP-verband uitgevoerd kunnen worden. Er moet volgens hem gewoon gebruik gemaakt worden van de verschillende mogelijkheden. Er zijn zeker bedrijven langs de Sir Churchillweg, minimaal 30 grote bedrijven. En ik schat dat de hele Churchillweg tot zeker de Parabrug, je praat over een investering van 30 miljoen US, 10 miljoen. Als er een samenwerking zou zijn die op gang kan komen met de grote bedrijven en de overheid, is dat versneld gedaan. Maar ik denk dat die mogelijkheden, dat liedje van we hebben geen geld, gaat ons niet ver brengen. Gayadin benadrukt dat de kansen die de oil- en gassector biedt niet verspild moeten worden. Hij doet daarom een dringend beroep op de regering om extra aandacht hieraan te besteden.